Nina's man is gearresteerd. In Australië zou hij waarschijnlijk vrijspraak krijgen. Ze hebben daar een hele beschaafde blik op hun crimepersoneel. Ik ben het toch niet met hem eens? Ze heeft hem toch bedrogen en belachelijk gemaakt. Ja, dat pleit hem natuurlijk niet vrij. Ik wil alleen maar zeggen dat ik zijn motieven wel kan begrijpen. Dat is hem, hè? De man die het lijk heeft gevonden. Nee, en zit niet zo verlekker te kijken. Wat kom je eigenlijk doen als je voor mij komt? Ik heb niet veel tijd. Sorry. Ik moet met je praten over John. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Hij ziet me totaal niet zitten. Ik zou naakt door de flat kunnen lopen en hij merkt het niet eens op. Niet dat ik het van plan was, hoor. Hoewel. Je hebt het moeilijk, hè? Ik zou echt alles voor hem willen doen. De hoogste berg beklimmen, de wildste zee overzwemmen. Ik heb zelfs mijn nieuwe parfum weggegooid, omdat hij het naar toiletspray vond ruiken. Wij gaan straks naar het café om een nieuwe strategie te bedenken. Je wil me helpen? Ja, ik weet toch waar je doorheen gaat. Ik heb me precies zo gevoeld toen ik dacht dat ik Simon kwijt was. Arnie? Ik ga me even omkleden. Wil jij Simon en Henny bezighouden als ze komen? Hoi. Hoi. Prettige avond, hè? Nog wat banaan, Henny? Nee, dank je. Het eten was heerlijk. Ik heb genoeg. Ik heb eigenlijk niet zo'n trek meer. Lekker, dank je. Ik heb hem net gevuld, maar volgens mij is het zout een beetje nat geworden. Ja, ik ben ook niet handig met van die mechanische dingen. Ik heb ergens op de markt gelezen dat ze nou ook elektrische zoutmolens hebben. Oh. Dus als je lief bent, krijg je er misschien een voor je verjaardag. Een elektrische zoutmolen? Oh, dat is nou echt het allerlaatste op de hele wereld wat ik zou wensen. Een elektrische zoutmolen. Moderne techniek. Mm-hmm. Oh, er is van alles. Tunnels onder de zee door. Satellieten die foto's van overal op de wereld kunnen maken. Wisten jullie dat ze de wereld in een paar minuten kunnen opblazen? Maar mijn dummy heeft iets aan zijn been. En het enige wat ze kunnen bedenken is een open snij. Wie zegt dat hij ooit nog zal kunnen lopen? Ach, je overdrijft, Henny. Het valt allemaal best wel mee. Wat denk je niet dat ze allemaal aan moderne technieken toepassen om dummy weer beter te maken? Die operatie heeft een grote kans van slagen. 10 jaar geleden, toen was het inderdaad problematisch. En als hij niet geopereerd zou worden, wat denk je dat er dan met hem zou gebeuren? Zoals het er nu voor staat, is het vrijwel zeker dat Dummy na die operatie weer gewoon kan bewegen. Hij kan alleen niet aan alle sporten meer meedoen. Sorry hoor, ik neem niemand iets kwalijk. En ik weet dat jij en je doktoren, jullie hebben je best gedaan. Maar jullie kunnen geen wonderen verrichten. En dat is wat Dummy nu nodig heeft. Een ouderwets wonder. Ach, dat is toch onzin? Hoe was het eigenlijk gisteren? Nou, gewoon mislukking. Simon en ik hebben alles geprobeerd om Henny op te vrolijken. Maar ja, wat kan je nou eigenlijk zeggen? Ja. Hey. Goedemorgen. Hoe laat is het? Hey, kwart over 9. Oh, ja, dat was weer laat gisteravond. Twee jongens kwamen pas om 1:30 thuis. Hey, David is er niet al geweest? Wie? Nee, niet dus. David, neef van Helmink. Gisteren ontmoeten ze een tijdje in de stad. En ik dacht, misschien kunnen we dat een plezier doen door hem in ons steekkrantje op te nemen. Nee, maar lekker een beetje stappen en zo. Het is wel een aardige jongen. Hij wil schrijver worden. Joh, is het blijkbaar een familie? Gek eigenlijk, ik heb nooit in Helmink gedacht. Zijn iemand met een familie? Hey, ik dacht, hij moet maar vroeg komen, zodat hij jou nog kan zien voordat je weer ligt te pitten. Ja, maar dan moet hij wel opschieten, want ik ben echt moe. Oh. Heb je weer een lekker nachtje gehad met je geheime liefde? Ga nou eens op, man. Ik heb toch gezegd dat er helemaal niemand is? Oh, daar is hij al. Ja, ja. Ja, ze lachen. Hey. Hi, kom binnen. Hallo, sorry dat ik vermaak ben. Geef me jas. Ja, dat maakt niet uit. Het verkeer was nog op druk, dus. Ja, ik heb net pas gezegd dat je zou komen, dus... Oh, nou. Nou, Arnie Annet, de neef van Helmink. Hallo. David. Hi, David. Hey, Arnold Overs. David. God. Ja, sorry, ik een beetje gek om zo vroeg bij mensen binnen te komen, maar hij zei dat het de beste tijd was om jullie te ontmoeten, dus... Ja, want ze werken allemaal op een beetje rare tijden en bij het ontbijt is de hele theekrans compleet. Peter zei dat je schrijver wil worden. Ja, ja, nou ja, veel succes heb ik nog niet, maar... Misschien kan je van mevrouw Helmink wat leren. Ik weet het, ik heb dat boek ook gelezen. Het is heel goed. Ja. Ik wil niemand opjagen, maar ik moet aan het werk. Prima 9:30. Ja, nou, ik wil ook niet rot doen, maar als ik niet snel mijn bedje induik, dan val ik om. Hey, ik ben vanavond vrij. Zullen we ergens wat gaan eten met z'n allen en dan even dansen in het paard? Lijkt me leuk. Prima. Ja, oké. Okay. Als ik klaar ben met werken. Nou, dat is goed. Dan hou ik je na je werk op. Oké. Okay. Hey, werk ze.
spits, hè? Ga zitten. Hoe ging het? Oh, er is niemand van het podium gevallen, dus het zal wel goed gegaan zijn. Nou, dat klinkt niet echt enthousiast. Ik heb even pauze. Zullen we samen koffie drinken? Nee, ik kan niet. Ik heb een afspraak met Fokker. Kun je me even bellen, zeggen dat ik naar boven kom? Ja, tuurlijk. Meneer Fokker, met de receptie. U verwacht Linda Dekker? Ze komt er nu aan. Dag. Met de receptie? Schiet. Auw! Jezus, laat het los! Je moet je kop houden, jij, domme. Het spijt me dat u er op deze manier achter moest komen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we hier een prostitutie- en callgirl-circuit in het hotel krijgen. Nooit. Als ik u was, zou ik eens precies vertellen... Ja, oké, ik heb het allemaal wel gehoord, verdomme. Zorg u nou maar voor het hotelletje, dan zorg ik wel voor de zieken en voor de gestoorden, ja? Ja, natuurlijk kan ik iets langer doorwerken. Tot 6 uur, is dat goed? Uitstekend. Dan ben ik uit de problemen. Bedankt. Het enige probleem is dat ik vanavond uitga en geen tijd meer heb om naar huis te gaan om te kleden en zo. Dus ik vroeg me af of ik misschien een van de hotelkamers mocht gebruiken. Nou, je kunt natuurlijk van Suzanne's kamer gebruik maken. Je hoeft je toch alleen maar te douchen en om te kleden? Ja. Hm? Zolang ik er maar niet hoef te slapen. Nou, als het je beklemt, dan wil ik best wat anders voor je regelen. Nee, dat hoeft niet, echt niet. Stel me een beetje aan. Bedankt dat je langer door blijft werken. Ik waardeer het zeer. Royal Prince Hotel. Ja, een ogenblik. Met wie spreek ik? Ja. Ene mevrouw Rijksen voor u. Oh, die ken ik niet. Dat is geen punt. Ik neem hem wel. Hallo, met de Bruin. Meneer de Bruin, u spreekt met mevrouw Rijksen, de tante van Suzanne Balk. Ik hoop dat u me kunt helpen. Ik heb Suzanne een paar keer proberen te bellen in het pension waar ze logeert. Maar ze is er niet en niemand weet wanneer ze terugkomt. Mocht ze contact met u opnemen, kunt u vragen of ze me belt. Ze heeft mijn nummer. Ja, natuurlijk. U zei dat ze in een pension verblijft? Ja. Oh, dan treft het dat. Ik heb hier een cheque en ik weet niet waar ik hem naartoe moet sturen. Oh, momentje. Ik heb het adres hier ergens liggen. En kunt u misschien wat duidelijker praten? De lijn is erg slecht. Ja, hier heb ik het. Het is pension Lydia. Het is kamer 6 en het zit in de Huygensstraat. Ah, dat ken ik. Nou, dan weet ik genoeg. Dank u wel. Oh, meneer de Bruin, vergeet u niet mijn boodschap door te geven als u er spreekt. Zeker, mevrouw Rijksen. Prettige avond verder. Dag. Ik moet even weg. Het is nogal urgent. Ik kom zo weer terug. Goed, dit was het voor vandaag. Hey, ik ga even naar huis om iets anders aan te trekken en dan hou ik je naar je werk op, goed? Oké. Wil ik nog wat kleren voor je meenemen? Nee, ik heb tussen de middag iets nieuws gekocht. Weet je zeker dat ik je hand niet moet vasthouden terwijl je in Suzanne's kamer verkleedt? Nou, eigenlijk wel. Alleen al de gedachte aan wat er gebeurd is, echt doodeng. Ik zal het heel snel doen, oké? Kijk, Annette, je moet het positief zien. De bliksem slaat nooit 2 keer in dezelfde plaats in. Dus als je het zo bekijkt, is Suzanne's kamer het veiligst in het hele hotel. Ik zal het onthouden. Goedemiddag. Nee, meneer de Bruin is er niet, maar kan ik een boodschap doorgeven? Opgangen. Hoi. Hey. Oeh, staat je goed? In de winkel leek het heel wat en ik vind het nu eigenlijk alweer tegenvallen. Vind je ooit wel eens iets wel goed aan jezelf? Kom op, iedereen zal zich omdraaien als jij langsloopt. Nou, zullen we gaan? Ja, even mijn jas pakken. De politie ondervraagt Nina's man nog steeds, maar hij blijft ontkennen. Wil je er niet over praten? Ik wil er nu niet aan denken. Laten we gaan. Nee joh, laat maar. Dat is voor Suzanne. Bij de receptie weet ze dat ik hier zit. Nou, kom op, even gaan. Hallo? Spreek ik met Annette van Tijn? Ja? Jij bent aan de beurt. Je zult sterven. Je hebt nog even tijd om afscheid te nemen. Wat was het? Niets. Je trilt helemaal. Wie was dat? Een of andere gestoorde gek. Die over de moord in de krant heeft gelezen en nu deze kamer belt. En wat zei die allemaal? Ik weet het niet meer, iets over dat ik vermoord zal worden. Ach, je weet wel wat voor dingen dat soort mensen zeggen. Wat? Wat
ga je doen? Ja, de politie bellen. Nee, ik wil niet dat je er een toestand van maakt. Laten we het gewoon vergeten, ja? En als hij dan nog een keer belt? We weten niet of hij nog een keer belt. Alsjeblieft, Arnie. Ik heb geen zin om naar het politiebureau te gaan met een of andere gestoorde debiel rare telefoontjes pleegt. Ga even rustig zitten. Zal ik wat drinken voor je pakken? Wie is dat? Ja. Ik kijk wel even. Oh, meneer De Bruin. Hallo. Kom binnen. Hallo. Hallo. Judy zei dat je hier nog was. Ik zal je niet lang ophouden. Ik wil alleen even weten of er vanmiddag nog iets bijzonders gebeurd is terwijl ik weg was. Nee. Nee, niets. Een paar minuten geleden is er wel iets raars gebeurd. Oh? Een of andere gek heeft gebeld. En hij heeft haar net bedreigd. Hoezo bedreigd? Nou, hij zei haar te komen vermoorden. Iemand met een raar gevoel voor humor. Nou, misschien niet. Ja, ik heb het nog aan niemand verteld, omdat ik niemand onnodig bang wil maken. Maar voordat ze wegging, heeft Suzanne verteld wat de echte reden was voor haar vertrek. Iemand wilde haar vermoorden. Ja, ik weet er het fijne niet van. Maar het schijnt iets te maken te hebben met een bedrijf waar ze vroeger voor werkte. Een aantal meisjes die daar werkten, die zijn al vermoord. En welk bedrijf? Een escortbureau van een zekere Martine Hafkamp. Haft alle kwaad. Hij heeft mij gevraagd om daarbij te helpen. Meneer De Bruin. Alle kwaad moet uitgeroeid worden, vindt hij. En wie ben ik nou om me daartegen te verzetten? Die Martine Hafkamp, dat is een slechte vrouw. En iedereen die voor haar gewerkt heeft, die moet verdelgd worden. Jij hebt voor haar gewerkt. Annette, ook jij moet aan God geofferd. Ik heb juist niet voor haar gewerkt. Ik heb geweigerd. Ze probeerden me wel zover te krijgen. Ik weet waar ze zitten. Die Martine en die Suzanne. Ze denken dat ze mij in een val kunnen laten. Nou, hun tijd komt nog. Eerst jij. De tijd stelt zijn wetten. God straft Annette.